ben Christos Schuurmans, zaakvoerder van Tikkewerk. En wij hebben een online ticketing engine in een freemium business model. Een freemium business model betekent eigenlijk dat wij alle features gratis ter beschikking stellen van de organisator. In principe heb je ons voor onze ticketing applicatie niet nodig. Hè? Maar wens je onze support te hebben in het verhaal van zaalplan, configuratie, ticketprijzen enzovoort enzovoort. Scanning, dan kunt u altijd op ons beroep doen in een prijs per uur model. Al onze concurrenten werken met een prijs per ticket, waar natuurlijk voor de grotere festivals dit soms wel een prijzig kaartje met zich meebrengt. Innovatiecentrum heeft ons eigenlijk op twee manieren geholpen. Enerzijds in de grote wirwar van subsidies hebben zij ons eigenlijk wel een vrij goed beeld gegeven over waar wij als KMO of als jonge start-up kunnen geholpen worden. Hè, en ook ons daar eigenlijk volledig in begeleid. Anderzijds zijn we door een stom flyerke eigenlijk terechtgekomen bij de innovatieschool. En dat was gewoon heel leuk omwille van het feit dat we daar een heel pak mensen en eigenlijk ook vrienden uitgekomen zijn in de vorm van een netwerk van mensen die in totaal een andere industrie zijn, maar ook met innovatie bezig zijn. En dat is altijd wel fijn meegenomen. Ik geloof heel sterk dat innovatie een stukje samenwerken is met andere industrieën en met een open bril eens kijken naar hoe andere industrieën bepaalde businessproblemen hebben opgelost om die dan eigenlijk op een creatieve wijze te implementeren in je eigen industrie. Door het feit dat wij een businessmodel kopiëren vanuit de traditionele software-industrie, is dat toch wel innovatief geweest. En daar hebben we eigenlijk op een hele korte termijn heel veel klanten bijgekregen. Ik denk als wij het oude businessmodel, wat onze concurrenten altijd meepakken, zijn de prijs per ticket, denk ik dat we nu niet meer zouden bestaan. Ik denk dat we inderdaad door de grotere spelers op de markt eigenlijk volledig zouden weggeblazen zijn. Maar door inderdaad op een andere manier te kijken naar dat verhaal en eigenlijk gewoon software eigenlijk aan te bieden as a service anderzijds en anderzijds ook software in een freemium model te steken, dat we er nu nog altijd staan. En eigenlijk op een relatief korte termijn, anderhalf jaar, twee jaar tijd, ongeveer 1,5 miljoen tickets per jaar runnen, zonder dat er eigenlijk effectief grote investeringen voor nodig waren.